weekblad Panorama en de Gaykrant beschuldigen zeer hoge justitieambtenaar van het hebben van seks met jonge jongens. Goedenavond, welkom bij Nova Den Haag vandaag. Vlak nadat de affaire over de bezoekers van het Anne Frank plantsoen in Eindhoven kwamen er ook berichten over seksfeesten met hele jonge jongens in Weert. Gisteren meldde het Openbaar Ministerie dat er geen enkele aanwijzing was voor deze beweringen. Berichten kwamen van de hoofdredacteur van de Gaykrant, Henk Krol. Ik ga straks met hem praten, eerst even kort de feiten. In juni, een paar weken na de arrestatie van Von Sporen, publiceert de Gaykrant het artikel over de vermeende homoseksfeesten in Weert. Hierbij zouden hooggeplaatste personen betrokken zijn. Hoofdredacteur Krol zegt 16 verklaringen te hebben van mensen die dat onafhankelijk van elkaar bevestigen. Verhalen van festen die dagen van tevoren werden voorbereid, waar tenten voor werden opgezet, waar buiten allerlei hele gezellige dingen gebeuren, maar waar binnen dingen plaatsvonden die absoluut niet door de beugel konden. Jonge jongens, vaak ook uit het Oostblok, die tegen hun zin geronseld waren om daar aanwezig te zijn, om allerlei heren te plezieren. Justitie neemt de aantijgingen serieus en stelt een onderzoek in. En gisteren maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er niets gevonden is. De burgemeester van Weert vindt dat Krol het verhaal niet had mogen publiceren. Ik vind die buitengewoon onzorgvuldig en dat heb ik ook destijds tegen de heer Krol gezegd. Ik heb dat overigens ook tegen journalisten gezegd die ons daarover kwamen bevragen. Dat je je af kon vragen waarom ze in eerste instantie bij ons kwamen. Omdat de bron van de verhalen meneer Krol was en die zich uitsluitend op anonieme bronnen beriep. Die op geen enkele wijze bevestigd werden. En ik heb het altijd merkwaardig gevonden dat wij moesten uitleggen dat het niet waar was. Goed, we gaan erover praten hier in de studio met Henk Krol, hoofdredacteur van de Gaykrant, en Geert-Jan Knoops, advocaat onder andere van Fonds Sporen. Eerst even over Weert. Het is allemaal niet waar, wordt er gezegd. Nou, wat ik begrepen heb, heeft justitie gezegd dat ze het niet hebben kunnen achterhalen. Dat is natuurlijk iets anders dan dat je zegt dat het niet waar is. Hoe komt het dat justitie iets niet heeft kunnen achterhalen wat u wel heeft kunnen achterhalen? Omdat de meeste mensen die hiermee te maken hebben mannen zijn die een dubbel leven leiden. En mensen in zo'n situatie zijn kennelijk wel bereid om met de Gaykrant te praten. En dat zijn mensen die absoluut niet van plan zijn om met politie en justitie te praten. Ja, en daarmee is het dus niet te verifiëren, hè? Dat is een probleem. Ja. Laten we naar een ander probleem gaan. Namelijk het verhaal wat morgen in de Gaykrant en in de Panorama staat. Ik zal het even heel kort samenvatten. Het dossier Anne Frank plantsoen. En een opmerkelijk element in dat verhaal is de betrokkenheid van een hoge ambtenaar. Hij heeft regelmatig betaalde seks met jongens in het Anne Frank plantsoen. En seksafspraken met hele jonge jongens in Tsjechië. Zullen de feiten die u schrijft even doornemen? Of hij seks gehad heeft in het Anne Frank plantsoen is niet iets wat wij beweerd hebben. Dat denk ik ook dat niet waar is. Nee, maar u suggereert het in ieder geval wel. Want u zegt dat met een foto door het Anne Frank plantsoen bent gegaan. Wat we zeggen is dat hij daar wel kwam om daar contacten te leggen voor zijn bezoeken die hij daarna bracht aan Praag. Ja, dus dat hij daar mensen... Het was een connectie om in Praag terecht te komen. Precies. Laten we de feiten even doornemen. U schrijft over de chauffeur van de topambtenaar. Hoe werd die betrokken bij die seksuele escapades van de topambtenaar? Die heb ik aan u te danken. De dag na de vorige uitzending van Nova kreeg ik een e-mail van een oud-rechercheur van politie. Die had het optreden in Nova gezien. Wat is dat nu? Een week of 6 geleden. En die belde na afloop van die Nova-uitzending met een collega van hem, ook een rechercheur, die beide in dienst zijn geweest van ministeries. Eén was rechercheur op VROM en was daar aangenomen om interne fraude te onderzoeken. Hij is ontslagen omdat hij op een zaak stuitte die niet deugde. En dat was de reden om hem op non-actief te stellen en uiteindelijk ontslag voor hem aan te vragen. Deze man was in die procedure ook met andere rechercheurs gaan praten en hem was ter oren gekomen dat er in Den Haag een chauffeur was die vaak voor een hele hoge baas bij het ministerie van Justitie moest rijden, die waarschijnlijk ook met deze man naar Eindhoven is moeten rijden en die in ieder geval een paar keer meegemoeten is naar hele bijzondere bordelen in Den Haag. En op een gegeven moment was het zelfs zover dat hij 's nachts om 2 uur bij voortduring uit zijn bed gebeld werd om de bewuste ambtenaar op te halen bij die bordelen. En het werd hem op een gegeven moment te veel toen deze ambtenaar midden in de nacht doodziek werd, de achterbank onderkotst en hij had hem ook al een keer eerder getrakteerd
op seksuele handelingen achter op de auto waar die chauffeur dus van moest meegenieten. Dat werd hem te veel. Daar heeft hij toen een klacht tegen ingediend. Die klacht is onderzocht en daarna, en dat is het trieste, iedere keer weer die doofpot, daarna werd meegedeeld dat er niks gevonden kon worden. Lijkt bijna een standaardzin. We hebben niks kunnen vinden, dus zal het wel niet waar zijn. En uiteindelijk is de chef toen overgeplaatst. En de chauffeur heeft het zich heel erg aangetrokken. Of het daar het gevolg van is of niet, dat weten we niet. Maar korte tijd daarna is hij aan een hartstilstand overleden. En dat die hoge ambtenaar was een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie. Van Justitie. Goed. Ja. Nu heeft u ook een foto van deze hoge ambtenaar. Aan wie heeft u die allemaal laten zien? Die foto hebben we laten zien aan een aantal mensen die prominent aanwezig waren in het Anne Frank plantsoen. En daar varieerden de reacties van prominent aanwezig dat zijn? Mensen die daar hun brood verdienden, jongens die daar de hoer speelden. En daar varieerden de reacties van, ja, dat is die meneer, die kwam wel eens in een dienstauto, kwam die hier aanrijden. Auto met chauffeur is daar ook bij gezien. En we hebben de foto ook voorgelegd aan de baas en de chauffeur van een zeer loesje zaak in Praag. Een zaak met niet gewone jongens prostituees, maar jongens allemaal in de leeftijdscategorie rondom de 15 jaar. In Praag is dat iets anders dan in Nederland, hè? Rondom de 15 jaar is rondom het moment dat het wel of niet zou mogen, toch? Ja, in Praag is het nu zo dat de wet zegt dat vanaf 15 jaar mag het. En er wordt in Tsjechië geen onderscheid gemaakt tussen de betaalde seks en de niet betaalde seks. Dus vanaf 16 jaar, vanaf 15 jaar mag je daar seks hebben. Maar ook in deze zaak zijn jongens voorhanden die nog jonger zijn. Overigens gaat die wetgeving in Tsjechië veranderen. In januari volgend jaar. Hoe reageerden die jongens op die foto waar u mee kwam? Heel merkwaardig. De chauffeur van deze zaak zei, oh ja, dit is een hele vaste klant van de Pinocchio. En zijn meneer komt altijd keurig in pak. Heeft nooit vervoer van ons nodig. Komt altijd met een auto, met chauffeur hier naartoe. En de Pinocchio is een jongensbordeel. Is dus dat niet een gewoon jongensbordeel, maar echt een jonge jongensbordeel. En hij wist ook meteen te vertellen, altijd keurig in het pak. En Nederlander, ja. Was ook allemaal bekend. Wat vindt u van dit verhaal zoals u het nu hoort? Wat vindt u van dit verhaal zoals u het nu hoort, meneer Knoops? Nou, natuurlijk redelijk schokkend. Ik beschik natuurlijk niet over de kennis en het dossier waarover de heer Krol beschikt. Wij beschikken alleen over het strafdossier in de zaak van de heer Spoor. En daar komt eigenlijk geen enkel ander beeld naar voren dan dat de heer Spoor betrokken is bij een bepaalde zaak. En, ja, gesteld. Maar in dat dossier komt geen enkele relatie met een topambtenaar naar voren. Nee, absoluut niet. Wat vindt u er overigens van dat dit een topambtenaar betreft? Zou dat nog wat uitmaken? Als het al zo is. Ja. Ik ga even vanuit dat de heer Krol zijn onderzoek gelegen heeft gedaan. Als het zo is, dan zou het mogelijk relevant kunnen zijn voor de zaak van die Spoor. Alleen dan zou je... Wat is de relevantie dan? Relevantie zou kunnen zijn dat als er in de zaak Sporen bijvoorbeeld bepaalde processtukken aan het dossier niet zijn toegevoegd die wel van belang zouden kunnen zijn voor de totale beeldvorming van de zaak. Want, mag je het iets specifieker? Welke processtukken zouden dan niet moeten zijn toegevoegd die belang zijn voor de beeldvorming? Nou ja, kijk, het beeld is nu naar voren gekomen dat de heer Spoor als een soort van nationale bekendheid daar in dat park kwam. Ja. En dat hij daar als enige persoon vertoefde. Voor alle duidelijkheid, want dat is misschien interessant om te vertellen. De reden dat een heleboel vaste bezoekers van het Anne Frank plantsoen contact opnamen met de Gaykrant was juist dat ze kwaad werden over het feit dat Von Sporen zo nadrukkelijk werd opgepakt. Zijn hele verhaal naar buiten werd gebracht. En die mensen zeiden, wat krijgen we nou? Meneer Sporen heeft eigenlijk niks gedaan wat niet kon. En daar loopt een hele hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie loopt daar wel rond. En er wordt niks tegen gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat een hoge ambtenaar van Justitie zegt, dag, ik ben een hoge ambtenaar van Justitie, zullen wij in de bosje seks hebben? Nee, absoluut niet. Maar daar kwamen een aantal mensen... Hoe weten mensen dan dat het een hoge ambtenaar van Justitie betreft? A, omdat hij er vaker kwam. B, omdat er toch verhalen rondgingen. Mensen gingen het vertellen. En tegenwoordig met internet is het natuurlijk toch vrij makkelijk om foto's op te sporen en te kijken wie is. Ja, voor u ook. Niet alleen via internet, maar u weet ook wie het is. Ja. Waarom noemt u de naam niet? We hebben er heel lang over nagedacht en wij denken dat toch de privacy van deze man voorop staat. En
dat het op dit moment niet verstandig is om zijn naam bekend te maken. Dat hebben we ook besproken met de juristen die ons geadviseerd hebben. En die hebben gezegd, het is op dit moment niet nodig om die naam naar buiten te brengen. U vindt de privacy belangrijk, terwijl u zegt, deze man gaat naar clubs waar hele jonge jongens, misschien nog wel onder de 15 jaar zei u net zijn, dus dat zijn gewoon strafbare feiten. En toch vindt u de privacy belangrijker? Ja, ik wil netter zijn dan justitie die heel makkelijk de naam van Fons Spoor op straat gooide. Ja, maar het punt is wel dat u daarmee enig idee hoeveel topambtenaren u nu verdacht maakt? Zoveel zitten er niet op het ministerie. Nou ja, laten we zeggen een stuk of 30 misschien wel. Zoiets. Ja, die maakt u nu verdacht met deze opmerking. Ik denk dat ze alle 30 weten om wie ik het heb, over wie ik het heb. Maar ja, misschien ook wel niet. Er zijn mensen, kijk, u leidt de Gaykrant en u heeft het nogal eens over heksenjachten tegen homoseksuelen. Voor hetzelfde geld ontstaat er een heksenjacht voor die ene homoseksuele topambtenaar. Dat iedereen maar aankijkt dat hij heel is. Heel duidelijk zijn, het gaat niet om het feit dat iemand homoseksueel is. Want deze ambtenaar, ik zou toejuichen als die gewoon zou kunnen zeggen, ik ben homoseksueel en ik woon met mijn vriend samen en ik ben dolgelukkig. Dan had hij volgende week het openingsartikel in de Gaykrant, want ook hoge ambtenaren op het ministerie van Justitie moeten openlijk homoseksueel kunnen zijn. Ja. Dat is niet het geval. Deze man is niet homoseksueel, is pedoseksueel. Deze man heeft zich geaardheid altijd verborgen gehouden, is daarmee chantabel geworden. En het is bovendien iemand, en dat is het hele hypocriete, die bij de hele totstandkoming van de openstelling van het burgerlijk huwelijk, de ambtenaar was die het langst binnen dat ministerie zich bleef verzetten, terwijl alle andere collega's, homo of heteroseksueel doet er niet toe, allang om waren. Dat is tamelijk hypocriet. En toch zegt u, uit reden van privacy maak ik zijn naam niet bekend. Nou, dat zeg ik niet, dat zeggen de juristen, daar hou ik me braaf aan. Ja. Maar zou het ook kunnen zijn dat u niet een sterke zaak heeft? Nou ja, begrijpt u dat ik die vraag stel? Ik begrijp die vraag heel goed, maar daar kan ik niet met u eens zijn. Wij hebben al onze bronnen hebben zeer nadrukkelijk uitgewerkt. We hebben heel veel bandopnamen, we hebben heel veel notities gemaakt. Die liggen allemaal bij de notaris. En als het erop aankomt, willen we ons daar graag mee verdedigen. Heeft u overigens deze gegevens al doorgegeven aan het Openbaar Ministerie? Deze niet. De vorige keer heb ik dat wel gedaan. Heb ik ogenblikkelijk het Openbaar Ministerie erbij betrokken. En je ziet wat de gevolgen zijn geweest in Weert. Men heeft niks kunnen vinden. Ja. Hoe zit dat juridisch, meneer Knoops? Hoe gemakkelijk is het? Want is privacy, had u dat ook geadviseerd als Henk Krol naar u toe was gekomen? Ik denk dat het een hele correcte afweging is geweest. Want wat heer Krol zegt, wij hadden gewild dat het ook in de zaak van die spoor zo was gegaan. Ik denk zelfs al heb je in zijn algemeenheid een sterke zaak tegen iemand, dan nog gaat privacy over alles. Want iemand blijft onschuldig tot de schuld bewezen is. En dat geldt in iedere zaak. Kijkt u even naar de cliënt van meneer Knoops. Of die nu wel of niet veroordeeld wordt. Ik zou me nog heel goed kunnen voorstellen dat hij straks uiteindelijk wordt vrijgesproken. De man is toch al door de media en door het publiek in Nederland voor zijn leven veroordeeld. Nog voordat de rechter er ook maar iets over gezegd heeft. Ja, zou het in die zin voor uw cliënt niet handiger zijn als het wel openbaar gemaakt wordt? Nee, omdat ik net zojuist al zei, het is de vraag wat precies de relevantie zal zijn van deze kwestie, vermits dat allemaal komt vast te staan voor de zaak van de heer Sporen. Maar los daarvan gaat het niet om namen, ik denk dat het gaat om de feiten. En ik denk dat het de heer Krol siert dat hij de privacy waarborgt wat justitie eigenlijk ook had kunnen doen in de zaak van de heer Sporen. Goed, ik dank u.